stel ik aan jullie een koorbewerking voor van een Noorse volksmelodie. De titel luidt, en ik probeer in mijn beste Noors, Brurmars fra valse fjur aure. Zoals gezegd is het dus oorspronkelijk een Noorse volksmelodie die instrumentaal werd uitgevoerd. Voor mij ademt het werk de typische sfeer uit die we kennen in Scandinavische muziek. Een combinatie van verschillende emoties, enerzijds melancholie, maar anderzijds ook hoop en een zekere vrolijkheid. Iets dat uw publiek tijdens een concert heel erg aanvoelt en zeer sterk kan beroeren. Zoals de uitgever zelf op de partituur vermeldt, is het een ideaal werk om te gebruiken als opener van je concert of als sluitstuk of beide. Met Waalrand voerden we het ook al uit in het midden van een concert om een grote podiumwissel te kunnen doorvoeren. Het werk leent zich immers zeer goed om opgesteld rond het publiek of al wandelend tussen het publiek door uit te voeren. Ik laat jullie een klein fragment zien van onze opname van 9 februari tijdens het Koorvlamconcert. Is geconcipieerd als een hoofdmelodie met een vierstemmige begeleiding van sopraan, alt, tenor, bas. Hierbij geeft de uitgever de aanzet om relatief vrij met die stemverdeling om te gaan. Je kan de hoofdmelodie laten zingen door een soliste, of door een klein groepje sopranen, of een combinatie van sopranen en tenoren. In een uitvoering kan je zelfs die verschillende mogelijkheden combineren, wat jou meer mogelijkheden biedt om af te wisselen in kleur. De begeleidende stemmen hebben een eerder beperkte tessituur. Dat wil zeggen dat al je zangers in hun comfortzone kunnen zingen. Dit bevordert zeker de sonoriteit van het klinkende resultaat. De tekst is een klanknabootsing van de instrumentale muziek. Het lijkt een beetje een tekstimprovisatie die je maakt terwijl je aan het zingen bent. Lam, di, dam, do, ja, di, den, do. Ook hierbij geeft de uitgever aan dat je eigenlijk met die tekst vrij kan omgaan. Het zou zelfs de authenticiteit bevorderen volgens hem als niet alles altijd helemaal hetzelfde klinkt. In Waalrand staat het werk al enkele jaren op ons programma. We gebruikten het al vaak om verschillende opstellingen te creëren tijdens een concert. We hoeven dan geen pauze in te lassen, maar kunnen al zingend de nieuwe opstelling laten gebeuren. Telkens als we dat werk uitvoeren, voelen we dat er iets gebeurt bij het publiek. Het publiek wordt echt geraakt. Het is als een magisch moment in het concert. De laatste keer was op 9 februari tijdens ons Koorvlamconcert. Na de nodige speechen openden we het concert met de eenstemmige melodie vooraan in de concertruimte. Alle andere koorleden stonden achteraan opgesteld achter het publiek en kwamen zingend naar voren. We voelden onmiddellijk dat de mensen meeleefden en dat de emoties loskwamen. En dat heeft echt de toon gezet voor de rest van het concert. Geniet mee van deze opname.